Hallo allemaal en weer een heel hartelijk welkom bij de Snelle Maaltijd met Mike. Vandaag gaan we weer een pasta maken, een hele snelle. Wat hebben we dan voor nodig? Ik ga je even door de ingrediëntenlijst meenemen. Nou, we gaan even de ingrediëntenlijst doornemen. We hebben fettuccine nodig. Ik gebruik hiervoor de drie kleuren. Dat is gewoon, gewoon voor de leuk, een beetje kleur erin gooien. Een beetje geraspte kaas voor straks eroverheen te gooien. Je kan ook parmezaanse kaas nemen. Maakt natuurlijk niet zoveel uit. Een beetje rucola. Dan hebben we wat uitjes. En wat tomaat gesneden. Wat ham. Je kan parmezaanse ham nemen. Je kan serrano ham nemen. Maakt op zich niet zoveel uit. Gewoon heerlijk voor als combinatie. En dan wat verse tijm. En wat knoflook. Nou, wat gaan we als eerste doen? We gaan straks het pannetje opzetten. Met water. Daar doen we die fettuccine in voor ongeveer 2 minuten. Het is echt zo gedaan. In de tussentijd, dus eigenlijk van tevoren, gaan we eerst even beginnen met het opbakken van de tomaatjes en de uitjes en de kruiden. Nou, en nadat we de kruiden en de tomaten hebben opgebakken, dan is het echt heel erg snel bij elkaar stoppen. Want ja, het is maar 2 minuutjes voordat de fettuccine klaar is. Ja, en dan is het dus ook zo op je bord. Laten we gaan beginnen. We zijn begonnen. Ik heb wat olie in de pan gedaan. Het pannetje met water staat nu op. Maar we gaan nu eerst beginnen met, als het pannetje heet is, eventjes de verse tijm en de knoflook en de uitjes bij elkaar te gooien. Even kijken. Die goed warm is, dat is wel natuurlijk een belangrijk iets. Kijk, je ziet dat de olie nu wegloopt, dus dat betekent dat hij al goed warm aan het worden is. Dan rustig de uitjes erbij stoppen om mee te beginnen. Kijk, je kan het zo gek maken als je wil, hè? Want deze groente hoef je er eigenlijk niet eens aan toe te voegen. En je hoeft geen uitjes te gebruiken of knoflook of wat dan ook. Je kan ook gewoon kaal de pasta nemen met een beetje ham en wat rucola kaas. Is ook wel fantastisch, hè. Maar ik ga hem nu eventjes gewoon even iets meer upgraden. Maar al met al blijft het gewoon een heel snel product. De reden waarom ik niet meteen de knoflook erbij gooi en de tijm, is omdat eventjes de tijd moet hebben om te fruiten, de uitjes. En anders dan is de knoflookjes ook meteen helemaal bruin geworden. Nou, inmiddels is het water al aan het koken, dus we kunnen de fettuccine en de pasta kunnen we erin gooien. En ik gebruik gewoon van allebei de andere drie kleuren meteen eentje. Ja. Die kunnen zo uit elkaar door gewoon eventjes een beetje te draaien. En dit is allemaal verse producten. Hè. Je kan gewoon in de supermarkt verse fettuccine, verse pasta's kopen. Dat is echt ideaal. Nou, nu is het tijd om de andere kruiden erbij te stoppen. De tijm en de knoflook. En dan gaat het al meteen heerlijk ruiken natuurlijk. Kunnen we nu de tomaten als eerste erbij zoeken? Thank you.
hartstikke goed zo, hè. Klein beetje zwarte peper. Ook altijd erg lekker. Dan kunnen we de hammetjes erbij stoppen. En dan kunnen we de pasta al gaan afgieten. Dan gaan we deze even meteen lager zetten. Pasta afgieten. Zo, de pasta kan erbij. Eventjes door elkaar heen mengen. Nou, dan kunnen we de rucola bij stoppen. Op het bord plaatsen. Natuurlijk een beetje aftoppen met kaas. Heerlijk. Nou, dit was hem alweer voor deze keer. Super snel, super lekker. Ik zou zeggen, probeer het thuis en ga daar lekker van genieten. Heb je nog niet op mijn video geabonneerd? Abonneer dan, like mijn video en dan zie ik je graag terug bij de volgende Snelle Maaltijd met Mike. Tot dan!